Is het hem of niet? Ja, het is hem sowieso. Goedemiddag allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb eerst wat toffe beelden van een DSI-actie op ons. Wij hadden hier nogal een flinke discussie, al een half uur lang of zo. Het ging echt nergens heen. Met een gast die door ons een soort van gezocht werd. En hij ontkende dat hij het was, maar ja, een beetje druk zetten en zo. Maar het liep nergens op uit. Nou, tot er op een gegeven moment dus wat DSI aankwam. Jullie gaan het zo zien. Daarna was ik nog lekker ecstasy even aan het verkopen. En toen werd op een gegeven moment mijn voertuig gestolen. Dat gaan we natuurlijk ook even netjes oplossen met de gang, hè. Dan gaan we die gast gewoon eventjes achterhalen en hem proberen tot stoppen te dwingen. Dus veel plezier met kijken en laat even een likeje achter als je het een leuke aflevering vond. Hey, joh, ga weg. Nee, ik geef jullie al een verstandig advies om weg te gaan, maar goed, ik zal wel weer vertrekken. Dan zien jullie wel, weet ik veel wat deze mensen gaan doen. Ik zou gewoon geen grond. DSI. Bro, hij herkent die niet meer. Het is niet voor mij hier, jongens, dus ik ga wel even staan. Zo, hoppakee, gezellig. Och. Ik was het niet. Wat is dit nou? Iedereen blijft staan, bij elke verdachte beweging gaat er gericht worden geschoten. Dit is goed aan het training. Maar mogen geen eens meer geen papier schaars weten of... Dat ik echt gegeven. Hoe kan dit? Hoe kan de DC dit opeens doen dan? Omhoog. Wat een trieste figuur. Ja, dit is echt heel goed. Maar hoe kunnen ze nou... Oké, de persoon met een zwarte armen mag 5 stappen naar voren doen. Hey. Nee, gast. Nu nog 5 stappen naar voren doen. Neermaaien, hij heeft een wapen, neermaaien. Achter ons zo dadelijk noemen op een van onze kleren moeten we allemaal naar voren stappen. Ja, zwarte kleding naar voren. Even goed hier, heb je verdoving bij. Maar gast, hoe kan dit? Komt het echt door die veen? Nooit. Achter mij gaan staan, bij de winkel. Oh, hij gaat niet controleren. Ik heb een probleem. Heb je bij? Weer met de apenmasker, de Adel Den Haag t-shirt. Sneak naar achter. Ga ze één voor één controleren? Okay, ja, ik stappen. Maar hoezo? Ik heb 7 ecstasy bij me, ik ga vergaan. Die 4 zakken in. Leg die auto als het kan. Dat gaat een beetje moeilijk. Oké, mag je ook naar de winkel toe? Hier wegwezen. Ja, toch. Meneer met het masker waar ik nu naartoe richt, mag 4 stappen naar voren doen. Nog 4 stappen. Oké, mag je omdraaien? Op de knieën. Ga je fouilleren? Hallo. Wet wapens en munitie. Even door allemaal aan elkaar, tot iets in die motor. Niet aan mij geven, hè? Oké, man met die gekke Louis Vuitton oranje ding. Mag 4 stappen naar voren doen. Oké, jongens. Geen door aan elkaar. Wat is dit nou, hè? Wat gebeurt hier nou weer? Hoe? Ja, ga... Knieën. Ik weet niet wie dat is. Serieus, waarom gaan mensen dat doorgeven? Fuck niet dan. Hé, hey, hoe ga je op je knieën? Even stil, Oké, okay, mag je wegwezen hier? Mag je naar de winkel toe? Broer, drop het gewoon. Oké, man met die motorhelm, waar ik nu naartoe richt, mag 4 stappen naar voren doen. 4? Ja. Wel tellen, 1. Nog eens, doen we er nog 2 bij? Oké, mag je omdraaien op je knieën zitten? Fuck, doe je dat? Ik veel. Gewoon controle, dat doe je dit. 6 e surrender, 6 e surrender. Ja, /e surrender? Ja. Oké. Mag je weg hier? Mag je naar de winkel? Chop. Ik weet het. Ik ben de lul, let maar op. Wat dan? Meneer. Ja, ik heb 7 kilo, ik heb 7... Ja, drop het. Oké, meneer werd nu naartoe wijs, 5 stappen naar voren. Mag je omdraaien en op de knieën. Hey, psst, man met helm. Heb je die andere van jullie wapens bij je? Oké, ik ga even fouilleren op wapensminuutje. Ja, prima knul. Staan blijven!
Kut. Oké, mag je wegwezen? Mag je naar de winkel achter? Yo, check je later. Oké, okay, meneer, waar ik nu toe reis. Je rode trui. Mag 4 stappen naar voren doen. Hallo. Omdraaien en op de knieën. Oké, ik ga even hier op wapens een minuutje. Pet. Oké, mag je naar de winkel toe? Oké, meneer, met deze masker en witte handschoenen. 4 stappen. Oké, mag je omdraaien en op je knieën? Achter ze neerstaan, blijf even terug. Ik ga je fouilleren op wapens een minuutje, wet. Oké, mag je weg, mag je naar de winkel achterop? Ik heb die motorhelm op, Matt. 80 kale. Allemaal. Kale gezicht. We hebben allemaal gefouilleerd, joh. Wat is dit, joh? Ja, verder volgens mij niks gewoon. Dit is gewoon. Eén van hun heeft gebeld, 100%. Ja. Die ene met de grote bek die vroeg als we wapens bij ons hadden. Voor de winkel gaan staan en niet je half op de weg, dankjewel. Ja, prima. Maar niemand van ons heeft wel bij ons, toch? Nee. Hoe doe je dat? Ze dachten ons verbaaien. Al die actie voor niks. Lekker voor ze. Bijna voor niks. Nou, dat was het weer voor deze DSI-actie. Dan gaan we nu snel overschakelen naar de spannende achtervolging van de Ecstasy Dief. Ja, meneer, mijn knieën werken niet mee. Control. Oh. Niet doen! Nee, hier blijven! Manus. Auto gejat, hè? Ja. Go. Waarom ben ik zo ongevaarlijk? Ah. Shit. Ja, nice. Ik kan pitten, ja? Nee, ga even bij die andere boys in call, ik hou hem nooit. Jongens, busje met ecstasy gejat en greep ziet man, kunnen jullie komen eventueel? De auto is geplakt met 20 zak erin of zo. Nee. Yo, mag je achter die rode rumpel aan? Mijn busje is net gejat. Mijn auto? Was het die rode bus? Wie's auto is gemaakt? Die rode die van Erik met 20 zak erin. Hij stak er iemand aan. Was het die rode... Ik heb een rumpo, dus ik kan hem wel redelijk bijhouden, maar niet lang. Nee, die is van Manus. Wat voor ik ben... Ah, oh, kut man. Zat er wat in? Jack, ga naar Wietverpark. Ja, natuurlijk ga ik naar Wietverpark. Ja, Wietverpark, ja, hij rijdt nu letterlijk bij de Wietpluk. Ja. Ik moet gewoon doorrossen, ik kan niet... Laat de mensen via het motel komen, pak het in via motel. Ja, omdat jij het niet op slot zet. Ja, gast, we stonden in middle of nowhere, daar komt nooit iemand. Dus je push of wat? Ja, ik ben hem kwijt. Hij is volgens mij... Sorry dat ik je onderbreek, maar kun je met de hele lucht in gaan? Kan wel. Ik heb 20 zak genakt, ik heb iemand nodig in de lucht. Zat daar veel X in? Ja, 20 zakken man, dat is best veel. Oh, kut. Hij rijdt door die brug heen. Jack, ga naar de brug, man. Ah, oké. Zeg maar die tunnel. Waar ik de andere kant op. Dus of hij is naar motel gegaan, of hij is daar omhoog gegaan, ik weet het niet. Dan ga ik terug naar motel. Waar ga je wel naar motel toe? Die tunnel pak ik. Waar zou die heen gaan? Zo meteen naar rechts of naar links? Wat kleur? Okay. Manus is al door de tunnel hierboven, dus wij gaan wel naar motel toe. Is goed, man. Oh, hey, die rumpel, als je die koopt.
Leefgroen. Dat is zo'n off-road auto met van die grote banden en daar kan maar 20 in. Nee, 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 het is een grijze off-road auto die lijkt op die van Trevor. Ja, balen man, maakt niet uit. Is niet anders. Ja. Ja, je kan een berichtje in de media typen. Beter kom je nu. Of beter contacteer je mij op dit nummer. En dan is er niks aan de hand. Maar ja, doe het maar niet. Ik weet dan wel wie jij bent. Ja, ja maar ik zou het niet eens doen. Nee, nee, ik bedoelde wel op Twitter, maar ik zou gewoon helemaal niet typen. Joh. We weten nu hoe hij eruit ziet, dus hij moet alles gaan veranderen, wil hij nog, Ja. Maar hij weet niet dat wij weten hoe hij eruit ziet, denk ik. Hij weet ook niet dat wij met zo'n groepje zoveel zijn. En dat, dames en heren, dat is waarom hij jou het op slot doet. Terug van Zelensky, boys. Maar hoezo was je gecrashed of zo dan? Ja, dat is altijd wel wanneer je genaaid wordt inderdaad. Als je denkt, dat kan. Hey, Janus die op de... Oh, ho, ho, Wat had Janus kunnen doen als hij jou had gepakt dan? Ja, maar ja, jij dacht ook dat het niet meer kon. Ik ben een beetje aan het schrijven, joh. Wacht even, wie zit 20 zak zijn weg? Al menen zeker. Yo! Ja, dat meenemen! Ja, Joni, ik denk dat dat wel weer een beetje wegstreep. Hoeveel jij kwijt. Nou, joh, boeien, dat gebeurt gewoon. Dit was. Ja, ik wil zeggen Erik's fout, maar ja. Boeien, maar jij hebt nog 30 zak, toch, Erik? Nee, het... Ja, een beetje, in ieder geval 50k of zo. Ja, nee, dat is goed. Ik koop er waarschijnlijk. De persoon mogelijk weer gezien heeft een ander voertuig, zelfde kleding aan als net. Loka, oh, wacht, ik knuppel hem neer, hè? Dat boeit mij heel op. De hoogte van legerbasis. Ja, ik pak ook die hele weer pakken. Ik pak hem even uit die auto. Ik ben richting. Ik ga wel herkennen, namelijk. Ja, we rijden nog steeds richting Palito. Ik denk dat we nog een halve kilometer uit zijn ongeveer. Dus als jullie een beetje in de buurt zouden zijn. Palito, ik weet nooit waar dat is. Helemaal linksbovenaan in de map. Linksbovenaan. Op Google Maps. Hier naartoe, hè? Ja, nee, nee, dat is Sandy, dat is Sandy. Ja, weet ik, maar je moet, hun rijden toch op de linker snelweg? Ja. Ja, richting Palito. Ja, we rijden nu Palito in. Dat is bij legerbasis. Of er bij motorclub of? Ja, ja. Je hebt gelijk. We zijn nu bijna vanuit de garage, Palito. Ja, nou ja, jij, weet je, deze kerel, hè? Hij belt mij gewoon en hij zegt... Ja, waarom neem je niet op? Ik zit helemaal in mijn onderbroek. Ik zeg, what the fuck, hoezo belt hij mij dan? Rijden nu Palito weer ik uit? Word gebeld. Hoe belt hij? Ik word gebeld dat we naar de buiten gaan met ons outfitje. Dus ik wil net onder de douche stappen en minst krijg ik dat telefoontje hoorde dat in Porto. We gaan richting Scrapcap in. Dus ja, nee, mijn onderbroek. Hij denkt, jij joint hem in de douche. Waar reed je nou? Richting Script Camping, of? Ja, 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 precies. Oh, die auto's om de hoek komen, dat zou toch niet, hè? Ik hoop het, dat wij het zijn. Is Script Camping al voorbij of niet? Nu, ja. Nee. Oh, daar zijn we. Ja, weet ik. Ja, deze man rijdt behoorlijk door inmiddels, hij is het sowieso. Ik ga wel een beetje afremmen. Ja, die is gewoon. Gevaarlijk dit. Is het hem of niet? Ja, sowieso. Ja, waarschijnlijk
schiet waarschijnlijk even snel genoeg. Iemand ervoor? Ja, nut niet, man. Ik wil ook niet te gevaarlijke manoeuvres gelijk uit kunnen halen. Wat? Je mag die auto even aan de kant zetten. Zit jullie in de tunnel? Ik ga jou vragen, jongen, man. Ja. Naar jullie rechterkant tunnel? Ja, inderdaad. Wat zeg je? Ja, richting zuid. Als je nu gewoon stopt, hebben we voor de rest geen moeilijkheden. Aan de voorzet anders, hè? De bovenwiel. Gewoon voor en naar al die door. Ja, als het kan, nee, blokkade misschien. Je mag niet pitten, maar je mag niet pitten. Niet pitten, nee, maar je mag er wel voor gaan remmen en... Nee, dat is pitten. Nee, dit is pitten. Voor... Pitten is ik aan de zijkant. Mijn niet uit, de heli zit erboven. Ja, kijk, top, de heli is er zelfs. Wie is dat dan? Dat is zo'n probleem. Hij gaat terug. Wie is dat? Ja, altijd deze maar Mel, dit wordt niks. Nou, Tim me boven blijft, dan hebben we gewoon zicht. Oh nee! Nee, ik heb dit hem. Nou, mijn net is niet, vriend. Ja, anders is het gevaar met die motor, man. Ja, dit is hem wel, dit is hem wel. Ja, 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 maar kijk uit wat je motor op, dit is gevaar. Ja, daar ook al. Scrap camping nu. Yeah. Ja, dus... Ja, het gaat zeker niet vliegen. Ik kan er wel leuk voor gaan vliegen, kijken of hij dan denkt, nou, dat wordt toch niet. Ja, ik heb hier X7 al. Ja, die heb ik wel, maar geen tijd om te wisselen nou. Ik ben dan laat je mij daarin rijden, want ik krijg helemaal niks. Ja, we geen tijd voor. Ik heb een inboxing. Ja, het idee is goed. Iets nu bijna paletten, man. Dan ja, gewoon die auto stop, jongen. We hebben voor de rest geen probleem, hè. Zit die op die snelweg? Ja. Hey, van Delta aanwezig. Je ziet het al, we zijn met z'n zes eromheen. Bijna bij de motorgarage. Winkel. Ja, we rijden nu Polito weer door. Laat hem maar doorrijden, man. Hij gaat richting motel, hij is nu letterlijk een Polito. Hij pakt die snelweg op. Ja, motel? Zet. Nee, motel niet. Nee, military snelweg zit hij. Ja? Ja, ik ga de weg afzetten dan. Perfect. Ik bel je. Hou hem in de gaten, ik bel je van Jago snel. Is het een van Jago is, hij gaat net zo hard dood, hoor. Ja. Kut, ik moet. Ja, we moeten even iemand tot stoppen dwingen. Dus. Als je dat zou willen, is het wel gezellig. Die zo. Hé, hey, hoe lang duurt het voordat hij hier is? Ik sta hier nou met twee man op die... We zijn al bijna, dat moet wel. Ja, hij is nu... Hij komt er nu aan. Ja, nu. Oh, hij komt eraan. Hij komt er al aan. Kijk, wij pakken de andere kant. Oh my god. Oh. Dat is niet goed voor mijn auto. Dat kon alleen maar van. Wat wil die doen? Gamecrash! Oh! Wat doe jij? Wie dan? Oh, Helicrash! Nee, dat zeker! Ja! Eén uit! Ja, ik ga mijn PC opzetten, want volgens mij is daar wat tijd voor. De game is in die heli? Ja! Uh-oh! Wie zat er nog meer in die heli? We passeren nu de military base, we gaan zo de grens over, ik ga proberen te blokken bij de grens. Gewoon die grens, man. Ja, schrijf voor die auto in die grens. Dankjewel, man, voor het helpen. Ja, ik ga de rechte grens afblokken. Hij heeft 20 x gejat van ons. Ja, daarom. Ja, nee, man, nog niet. En verdacht. Hij gaat omdraaien, keert om. Hij gaat omdraaien, hoor ik. Ja, pak hem maar gewoon. Richting legerbasis? Ja, ik is snel weg. Fuck. Wij rijden met z'n tweeën rijden we aan de kant van de weg waar die... Ja, voor onze eigen veiligheid. Ja. Jammer. Verdomme. Hij gaat... Ja, hoezo snapt deze gast niet dat hij moet stoppen? Kijk hoeveel mensen man achter hem aan zit. Ik moet nu weten waar hij is. Ja, hij rijdt weer naar Napolito. Ja, anders is het Tony. Ja. Draai wel even. Oh, wie lijkt die?
Ja, dat is jackpot. Ik ben zo bijna tegen die jeep aan. Nou, we gaan weer de brug over richting. Nee, ik rij momenteel niet in de jeep. Ik heb heel veel maar ja, joh. Nee, stuur de auto nou gewoon, man. Het is zo moeilijk, of wat? Joke Polski. Hoor je? Hij zit aan de andere kant rijden, dan komt hij vanzelf een auto. Nee, je komt hier niet weg, want er zit de helibox. Stop nu gewoon. We moeten alleen even wat vragen. We moeten gewoon wat vragen, man. Alleen even wat vragen. Wat heb ik aan jou te vragen? Je hebt 20 zak van ons gestolen. Waar zijn die gebleven? Wie ik ben Joni Tinkel. Hey, ik word gevolgd door een Audi. Wat? Er komt een zwarte Audi jullie kant op, boys. Dat is die Mark die we net zagen, denk ik. Shit, hij heeft sowieso de auto gebeld. Ja. Nou goed, stop. Dan gaan we gewoon klem. Anders kunnen we alleen maar blijven rijden. Ja, nu de politie is. Bro, stop die auto gewoon. Had echt zo afhandelen. Ik ga dood zijn. Oké. Okay. Denk het, als je ontploft is, ben ik kwijt. Maar je moet toch officieel zijn banden poppen, dan kan hij niet meer rijden. Dat is hoe het moet, volgens mij. Wie weet hoef je helemaal niet... is helemaal niks aan de hand. Wat is er aan de hand, man? Ja. Waar zijn jullie? We staan in Plito, vlakbij Camara B. Joni heeft hem een probleem. Maak gewoon alles wat in je. Maar hij is wel gestopt, nou. Hé, waar zijn jullie? Zo moeilijk. Camara komt jullie kant op. Je hebt net 20 zak van ons gestolen, bro. Waar zijn die gebleven? Ik word... Camara komt er nu aan. Wij kennen jou wel, namelijk. Tinkel, een markt ook. Ja, dat lijkt me sterk. Ik heb jullie nog nooit gezien, dus... Nou ja, nou goed. Dat bodycam beeld dat je in een auto stapt met 20 zak van ons erin. Waar zijn die 20 zak? Ik heb geen idee. Ik heb nooit dat gedaan. Jongen man, je komt net... Je steelt net een auto. Waarschijnlijk had je geen voertuig. Je bent daardoor naar je garage gereden. Waar zijn die zakken gebleven? Ik heb niks gedaan. Ik heb geen... Dan ben je waarschijnlijk in de war met iemand anders. Wat? Nee vriend, het was mijn auto. Ik weet zeker dat jij het was. Jij bent het. Ja? Maar zijn de aardig heel ja, ik herken niemand van jullie, dus... Zijn jullie nog niet. Steeds legerbasis? Ering moe. Kom maar. Weet je, jammer dat het zo moet, maar jammer dat je ook de Kamar erbij had, man. Goed heren, van de Jurus. Kunnen jullie even volgen? Kom maar. Meneer uit dit voertuig. Hoe, waarin? Ja, even volgen. Zou je even een uitstappen met mee kunnen lopen? Ja, oh, oké. Okay. Meneer. Ja, ja, ik loop ermee rustig. Zeg het eens. Goed, wat is er hier aan de hand? Nou, wat is hier aan de hand? Er zijn wat dingen van ons gestolen. Dingen gestolen? Ja, persoon heeft inderdaad dingen gestolen. Wat heeft hij gestolen? Nou, dat maakt voor de rest niet uit. Dat is voor ons een belangrijk iets. Nou, een voertuig van mij. Hij heeft inderdaad een voertuig gestolen. Hij is met het voertuig vandoor gegaan. Daar lagen een aantal dingen in. Meneer wil het helaas gewoon niet toegeven. We hebben hem meerdere keren gevraagd om normaal te stoppen. Op een gegeven moment, ja, hij krijgt een slippertje en dan rijdt hij tegen de muur. En is het een soort stilstand gekomen. Oké, okay, en het voertuig is van jullie? Nou, het voertuig wat hij destijds heeft gestolen was van ons, ja. Het voertuig waar hij nu weer reed, is dat van hem? Dat is van hem, ja. Oké. Okay. Nou, we weten niet of dit zijn voertuig is, maar het is wel een ander voertuig dan die hij gejat heeft. Laten we het zo zeggen, we hebben het voertuig aangetroffen zonder de spullen erin. Dus ik heb gewoon even aan meneer gevraagd wat er aan de hand is en waar onze spullen zijn gebleven zijn. Ja, we kregen namelijk een melding of ja, dat de persoon bedreigd werd door jullie twee. Nee, ik heb hem gewoon een vraag gesteld. Het is precies het exacte verhaal wat ik u net vertel. Oké. Ik heb hem gewoon gevraagd, ja... Als ik hem 30 keer vraag om even normaal te stoppen en dat lukt hem niet, ja, dan ben ik er al een beetje klaar mee. Maar dat begrijpt u toch zelf ook wel? Ja, zeker. Goed, ik zou even van jullie beiden een ID-kaartje willen zien. Is van de persoon hier voor me? Ja, nee, helemaal prima. Kijk eens aan, alsjeblieft. En ik kan meneer het niet zelf met ons oplossen doen, maar gewoon aangifte, klaar. Kom neer, ik zal even bekijken in het systeem. Ja, doe maar. In een Bentley? Wat is dat? Ja. Ja, jongen. Wat dan? Ja. Twee Camaro-motors, twee auto's, één in de markt. Oh, is het zo eens? Er heeft een groot aantal aan boetes opgestaan. Is dat zo? Zoek eens even kijken, hoor, een momentje.
Die heeft 17 kampboetes op staan. Oh, ik zie het. Zullen we het gelijk even betalen, ja? Ja, prima. Meneer, zou ik even een ID-kaartje voor jou kunnen zien? Ja, zeker. Die ga ik even zoeken voor u. Ja, prima. Alsjeblieft. Dank u wel. Leegbouwd. Oh, je loopt de andere kant op, nice. Oh, jij loopt de andere kant op? Sorry, sorry. Ik loop terug. Shit, is er ook prima uit, dan heeft u uw ID-kaart terug. En meneer hier ook. Goed, hebben jullie er iets op tegen dat ik jullie even fouilleer? Nee, absoluut niet. Oké, okay, prima. En is er veel al middel op zak? Geen glas en mogelijk een Semtex hier. Ja, ik zei mogelijk nog een Semtex, ja. Dat, ja, ik heb die in beslag genomen. Prima. Dankjewel. Dan zit er een ja, voor mij hetzelfde. Ik heb denk ik wel nog een Semtexje bij, die heb ik gevonden. Nou, prima. Ik zal even kijken. Goed, heren. Dan denk ik dat we weer klaar zijn. Als de meneer zelf niet af kan, dan doe ik gewoon aangifte tegen meneer, zo simpel is het. Maar ik kan de schade voor ons voertuig gaan betalen, maar even een stukje tegen de muur aangedrukt. Hebben jullie bewijs voor een aanhefte of wat dan ook? Want voor wat? Of jullie bewijs hebben dat persoon een voertuig heeft gestolen? Ja, zeker. Dat, ja, zeker. Ik heb altijd een GoPro om voor dit soort situaties. Doe dat hebben of ja graag. En waar kunnen we dan naartoe sturen dan? Want Nathan Herums. Oké, okay, want zeg kan het. Is dit de Nathan Herums? Nee. Als u weer aan het werk moet, dan handel ik het wel met een collega van u af, hoor. Nee, okay. Hebben we de video gekregen en dan maken wij de aangifte. Ja, dat is helemaal top. Dank u wel. Ja, dank u wel. Hetzelfde. 2 hours later. Oh god, ik wil je nog even vertellen dat je met de verkeerde mensen hebt gefuckt, jongen. Bij deze wil ik je ook melden dat je geen zakken meer van ons moet stelen of iets met ons in contact moet komen. Ik wens je in ieder geval een fijne slaapplek. Ik ga Jan super erg bedanken voor het kijken. Ik denk dat dit wel een hele leuke aflevering was. Ik denk dat de komende tijd dit soort video's vaker online gaan komen. Steeds meer actie en leuke dingen tijdens de roleplay. Dus ik zie jullie heel graag volgende week zondag weer terug bij een nieuwe video. En de woensdag daarna komt er weer een nieuwe video van Hot Pursuit. Fijn weekend toch allemaal.